Een hele goede morgen. Wij zijn onderweg naar het Radboud. Voor Jordi's afspraak voor zijn hiersprong. Daar komt een extra video over. Wij zijn nu aan het terugrijden. Niels moet zo ook weer gaan werken. Jordi is in slaap gevallen. Dus we gaan nou eerst naar huis. Jordi gaat in bed leggen. Niels kan zich eigen omkleden. En kan hij weer gaan werken. Het was vrij informatief toch? Het ziekenhuis. Ja. En vanavond gaan we er een extra video over opnemen. Want het is vrij veel informatie en ik kan het eigenlijk niet helemaal alleen opnemen. Want Niels die kan dan aanvullen enzovoort, anders vergeet ik de helft. Dus dat gaan we doen. En Jordi wordt daar in bed gelegd. En wat ik ga doen, dat weet ik nog niet. Misschien dat ik ook wel even nog in mijn nest ga. Want daar word je moe van hangen. Niels is inmiddels weer werken. Jordi ligt te slapen. Straks moet ik nog heel even met Jordi naar de winkel toe voor het avondeten. En dan gaan we het weer zien. Jordi heeft lekker lang geslapen en die is nu weer wakker. Jordi is weer wakker, hè? Met je muggenbult op je wang. Ja. Ja, kleine Pluto ben jij, hè? Ja. Zal mama jou er gauw uit gaan halen en even gauw soepie geven, dat je toch nog soep hebt gehad? Boem. Ik ga hem even gauw bed halen en dan gaan we even gauw soep eten. Anders wordt het weer veel te laat voor deze hond. Jordi heeft ondertussen soepje al gehad. En nu zijn we avondeten aan het geven. Het lijkt wel eetvideo's, maar dat is niet de bedoeling eigenlijk. Alleen, hij is wakker geworden. Ik heb hem soep gegeven. Daarna hebben we lekker geknuffeld en gespeeld. En hij was een beetje zeurderig. Wat eigenlijk wel normaal is, want Jordi heeft veel indrukken vandaag meegemaakt. Dus het is nogal druk geweest voor hem. Hè? En daar kan hij niet zo heel goed mee omgaan. Als het te druk is geweest, dan komt er een error in zijn hoofd of zo. Dezelfde dag. Of de dag erna. Dus, maar nu zijn we lekker even aan het eten. Hij heeft het eten al bijna op. Niels is iets later terug van zijn werk. Want hij had afgesproken op zijn werk dat als hij iets later zou zijn dan wat afgesproken zou zijn, dan zou hij dat eventjes soort van inhalen. Dus die komt iets later. Ik kijk heel eventjes hoe en wat Jordi reageert. Want ik moet eigenlijk ook nog naar de winkel. Dus ik moet even kijken hoe dat we het doen. Maar ik had nog eten in de vriezer voor Jordi. Dus Jordi heeft lekker daar je teller om. Ik was even aan het reageren op Niels' berichtje. En kijk wat er gebeurt. Nee, niet aanraken. Ik heb hier een pottenkijker. Ik heb hier een pottenkijker. Je zit gewoon mee te gluren. Zit hier gewoon mee te gluren. Ja. Hallo. Ja, ben je nieuwsgierig? Lukt het? Lukt het? Wil je happen nog? Hallo, wil je nog happen? Ah. Zo. Dus dat. Jordi ligt nu te slapen. Hij was wat zeurderig. En ik denk gewoon dat dat moeheid is. En buikpijn. Enzovoorts. Dus morgen moeten we sowieso spoelen.
Niels zit nog heel even op nummer 100. Voor diegene die niet weet wat nummer 100 is. Dat is een witte stoel met een bril erop. Dus dat. Daar zit ik nu op te wachten. We gaan even extra video opnemen voor Jordi. En dan doe ik die dadelijk gelijk editen. Ik heb lekker mijn pyjama broekje aan. En gewoon een net shirt. Zoals vaker wel eens video's opgenomen wordt. Nee, ik had niet echt behoefte om een fatsoenlijke broek of zo aan te doen. En ik wou wel even een ander shirt aan. Want er zat melkresten op en van al dat soort dingen. Dus vandaar dat ik daar niet dat ik er even een ander shirt voor aan doe. En ja, gaan we zo eventjes beginnen. Nou, we hebben de extra video opgenomen. Het was een bevalling, hè. Dat is even klooien. En ja, die staat als goed is nu al online. Dus die kunnen jullie ook al bekijken. En die ga ik nu even editen. Tenminste, poging doen tot. Zodat ik in ieder geval... Ik hoop dat ik hem vanavond klaar heb. Dus dat. En dan ga ik wel even tv kijken of zo. Ja, en naar mijn gezeur luisteren. Dat het als hij zegt, dan zeur ik in een extra video. Serieus? Sommigen weten wel wat dat betekent, toch? Het één oor omheen en langs het andere niet eruit. Dus het blijft wel in je hersenen? Nee. Het ene oor niet erin en bij het andere niet eruit. Dus ja, maar het gaat eromheen. Dat is het probleem wat jij altijd hebt. Hè? Maar goed, ik ga even editen. Ik heb de extra video geëdit. Die is nu aan het uploaden. En die komt morgen om 5 uur online. En als jullie dit zien, staat die dus al online. En daarna gaan wij naar ons bedje toe. Ja, dan gaan we lekker slapen. Ja. Jordi is lekker blijven slapen. Gelukkig wel, dus dat betekent dat hij geen problemen heeft. Hij was even aan mopperen toen hij naar bed ging, maar hij ging gewoon weer slapen. Ja, daardoor konden wij deze video ook gewoon zo goed opnemen. En ja, wat ik nog wel wil zeggen is, we hebben echt vanuit het oogpunt van Jordi gekeken. En daar hebben we het verhaal op gebaseerd. Dus ja, dat is de reden hoe dat we de video hebben gemaakt zoals die is geworden. Wel rusten. Slaap lekker allemaal. Een hele goede morgen. Ik heb gisteravond nog eventjes gezorgd dat de video geüpload wordt. Zodat die straks gewoon netjes om 5 uur online kon komen. En vannacht is Jordi wakker geworden. En Niels heeft hem bij ons in bed neergelegd. En daar ligt hij nou. En hij is een beetje wakker aan het worden. Jordi. Hallo. Ja. Hallo. Zit je nou scheten te laten? Ja. Oh.
We zijn weer terug van de winkel en nou is Jordi lekker een flesje aan het drinken en gaat hij zo slapen. Er is iemand wakker! Ja! Er is iemand wakker! Nee, ga je niet pakken. Niet maren, nee. 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 Je verstaat nee. Je weet heel goed wat ik doe. Nee. Op het moment dat ik nee zeg, laat hij ook gewoon los. Nee. Nee. Jordi. Ik ben heel even eten aan het maken. Jordi is heel even aan het spelen. Ik verwacht Niels zo dadelijk ook thuis, hoor. Staat hij niet aan? Oh, nou staat hij aan. Ik dacht dat hij aan stond. Maar hij staat dus nu aan. Dus hij is lekker aan het spelen nu. En wat wij gaan eten zijn... gebakken aardappeltjes, broccoli en een stukje vlees. En van Jordi doe ik dan pureren. En dan krijgt hij de appelmoes doorheen, want dan vindt hij lekker. Vindt hij lekkerder als dat ik het zonder appelmoes zou geven. Dus dan doen we het zo. Ook goed, als hij dan wel eet, dan mag je van mij zoveel appelmoes eten als dat hij wil. Zoals jullie zagen, waren we met Jordi eventjes naar de speeltuin geweest en zijn we even op de schuup geweest, zoals we dat hier noemen. Gewoon eventjes aan de buurt geweest met verschillende mensen. En nou hebben we Jordi gespoeld, want die had buikpijn en honger. Iets in die richting. En nou krijgt hij een flesje. En dan gaat hij lekker slapen. Ja. En dan gaan papa en mama hier nog even aan de gang. Even de keuken opruimen. Want ik zei, dan doen we dat straks wel. En dan kunnen we even met Jordi op pad. En dan heel even hier nog wel opruimen. En even stofzuigen en dweilen. En dan zijn we weer klaar. Oh, en ik moet nog editen voor de ups en down van morgen. Dus. Ja. Jordi slaapt inmiddels. Niels die is bezig met het zwembad. Die is het zwembad aan het dweilen. Ja, dus dat dan... krijg je hem niet droog, jongen. Nee, er zaten wat vlekken in, dus is hij even aan het doen, zodat het zwembad weer goed doorgepompt kan worden. En ik ga nou even was opvouwen boven en ophangen, want mijn droger is toch weer kapot. Dat had ik nog niet gemeld. Dan ga ik editen. Ik heb geëdit en de was nog gedaan. En nou is het tijd om ons nestje in te duiken.
Nou, de dag is weer om. Yep. Wel trusten. Slaap lekker allemaal. Oh ja, en deze ups en downs sluiten we bij deze af. Tot de volgende. Doei.